Welkom beste kijkers op het YouTube kanaal van Atau. Atau, Atau, yeah boy. Je weet hoe we het doen. Welkom nogmaals, ik ben blij dat jullie hier zijn. Ik ben enthousiast ook en gedreven om jullie mijn kennis en ervaring alles te delen. Dit is het eerste filmpje op mijn YouTube kanaal om jullie uit te leggen wat jullie kunnen verwachten hierzo. Nou, als eerste, wie ben ik? Ik heet Atau, ik ben al lang actief in de studio scene. Ik werk heel veel op de achtergrond. Maar nu heb ik toch besloten om mijn gezicht naar buiten te treden en om jullie echt te laten zien wie ik ben en wat ik doe. Hoe is het voor mij allemaal begonnen? Zoals voor de meeste mensen, je bent geobsedeerd door bepaalde muziek. Nou, ik luisterde graag naar Tupac, Bob Marley, Michael Jackson. Deze drie artiesten zijn voor mij heel relevant geweest tijdens mijn opvoeding. Nu ben ik zelf 15 jaar op straat, middelbare school, beetje beatboxen. Van beatboxen komt freestylen. Het begon bij mij toen ik 15 jaar was. Ik begon namelijk met beatboxen. Airbrak de mic, y'all. Ja, toch? Ja, en dat deed ik dus elke dag op middelbare school. Naast mij nog 2-3 andere jongens. Oh my god, we maakten ruïne daar zo in die klaslokaal. Maar veel gezelligheid. Zodra we de schoolplein afliepen, was iedereen gelijk: hey, waar gaan die guys naartoe? Dus we waren altijd in voor fun, entertainen. En nooit had ik er eigenlijk echt serieus bij stilgestaan om er een beroep of hobby van te maken. Dat is gewoon heel spontaan gegroeid. Hoe begon het bij mij uiteindelijk met beats maken? Nou, ik was een keer thuis en een buurjongen van mij kwam langs. En hij had een software bij zich genaamd Reason. Dus mijn eerste beats ben ik in Reason gaan tikken. En omdat ik zelf niet kom uit een muzikaal gezin, ik heb zelf ook nooit affiniteit gehad met een instrument, was ik eigenlijk niet heel erg muzikaal aangelegd. Maar in mijn hoofd hoorde ik wel melodietjes. En ik kreeg wel gewoon inspiratie en creatieve ingevingen. Op een gegeven moment ben ik een beetje gaan diggen in hoe ze die beats maken. En ik kwam erachter dat ze samples gebruikt. Nou, ging de hele wereld voor me open. Nou, ben ik op een gegeven moment allemaal samples gaan zoeken. Nou, sample beats gaan maken. En eigenlijk wat ze noemen oldschool hiphop beats. Nou, dat is waar mijn roots in zitten. Ik ben begonnen met oldschool beats. Boom bap, rauwe beats. En ook heel veel gevoelige story beats. Dus daar had ik ook al wel mijn story vibes in gevonden. Van de een kwam het ander. Veel vrienden van me begonnen ook één voor één te rappen. En ik had in mijn kamer een kleine setting gebouwd. Ik kreeg de ambitie om echt verder erin te ontwikkelen en echt te gaan investeren. Nou, het eerste wat ik haalde was een computer, een set speakers, een microfoon en een geluidskaart. Met deze vier elementen was ik klaar om mensen op te nemen, eigen liedjes te maken en beats te tikken. Ik heb gestudeerd bij Sound Education in Utrecht. En daar heb ik alle ins en outs geleerd over muziek. Letterlijk wat ik in die les leerde, ging ik naar huis en meteen toepassen. En die enthousiasme wat ik kreeg vanuit mijn eigen opleiding, hoop ik ook op jullie door te kunnen zetten door middel van deze video. Nou, wat voor video's kunnen jullie verwachten? Als eerste natuurlijk hoe we beats maken. We gaan type beats maken. We gaan remixes maken. We gaan oude samples pakken en oldschool beats tikken. We gaan kijken naar verschillende manieren, technieken om bijvoorbeeld vocalen op te nemen. Tot in de details ga ik jullie meenemen in het proces. En ik hoop dat jullie ervan genieten, enthousiast zijn net zoals dat ik ben. En vooral veel commenten. Ja, want op basis van jullie comments en op jullie vragen kan ik nog meer content creëren. Voor producers, voor artiesten, voor opkomende rappers, zangers en eigenlijk iedereen die maar een beetje affiniteit met muziek heeft of iets wil weten in de Nederlandse taal, ben ik hier, Atau, voor jullie de audio guru of de muziektherapeut, hoe je me wilt noemen. Ik ben er. Let's go!